En ook bedankt aan de hele Louis Paulbon-kring om dit online debat te organiseren. Ik kijk er heel erg naar uit om met deze drie interessante mensen te kunnen spreken. Els Leenaerts is onderwijzer in de Vier Windenschool in Sint-Jans-Molenbeek, een basisschool in een uitgesproken arme buurt van Brussel. Zij kent dus de dagdagelijkse praktijk van onderwijs in een ongelijke maatschappij en ze kan ook goed inschatten hoe de huidige coronacrisis hard ingrijpt op onze economisch meest kwetsbare leerlingen. Hier zit Jeff van Damme, hij is schepen voor Nederlandstalig onderwijs, ook in Molenbeek. En hij kan ons dus vertellen over de hefbomen die het lokaal bestuur kan inzetten om de strijd met onderwijsongelijkheid aan te gaan. En ik ga hem ook vragen wat het onderwijsbeleid in de Vlaamse gemeenschap doet of zou moeten doen. Ides Nikijzen is hoogleraar emeritus HIVA KU Leuven, hoofd van de onderzoeksgroep Onderwijs en Levenslang Leren en ook auteur van verschillende interessante populariserende boeken over onderwijs. Ik herinner mij De School van de Ongelijkheid samen met Nico Heert en ook enkele jaren geleden een heel interessant boek, Het Onderwijsdebat. Het debat verloopt vanavond als volgt. Eerst geven we uitgebreid het woord aan onze drie gasten die elk hun belangrijkste punten naar voren zullen brengen. Daarna kunnen we met elkaar in gesprek gaan en vanaf dan speelt u zelf, beste kijker, ook mee. U mag uw vragen en uw opmerkingen via chat naar ons doorsturen. Eddy van de Louis Paulbon-kring is vanavond mijn technische steun en toeverlaat. Hij stuurt de vragen naar mij door en we leggen die dan voor aan ons panel. Maar ik mag zelf ook iets zeggen en wel helemaal aan het begin. Ik ben actief in de oproep voor een democratische school. Een vereniging van vooral leerkrachten die ijvert voor een school waarin iedere leerling alles leert wat hij nodig heeft. Kennis en vaardigheden in wetenschap, filosofie, kunst, cultuur, techniek. In alle domeinen van het leven en dat voor ieder kind, of het nu hogere studies wil aanvangen of direct een beroep wil starten. De kennis die het kind nodig heeft om de wereld te begrijpen. De kennis die het nodig heeft om de wereld te veranderen. Daarbij botsen wij op ongelijkheid. En onze organisatie heeft zich onder andere gespecialiseerd in het aantonen van onderwijsongelijkheid. Hoe komt het dat een kind van arbeiders zo vaak opgroeit tot een arbeidersbestaan? Hoe komt het dat een kind met in essentie dezelfde capaciteiten als het in een rijker milieu opgroeit, zoveel verder geraakt? Dat is toch onrechtvaardig? Eddy, als ik de eerste slide mocht zien nu. Ik ga u een vergelijking tonen voor België. Dat is de volgende slide, de vorige graag. De andere beelden graag, Eddy. Oké. Dat gaan we dan even zonder grafiek doen. Ik wil nu graag een vergelijking tonen op basis van het laatste PISA-onderzoek. De leerlingen ingedeeld in vier groepen, van de armste tot de rijkste. En het verschil tussen de leerlingen in het armste sociaal-economische kwartiel met die in het rijkste bedraagt 113 PISA-punten. Dat is de standaardafwijking en nog een stuk erbovenop. Dat is erg groot. Als dat de score is en als die score ons iets zegt over de kansen die je bij elkaar werkt op school, dan reproduceert ons onderwijs de maatschappelijke ongelijkheid. En dan kom ik bij de grafiek die u nu op het scherm ziet. De vraag is natuurlijk, kan je daar iets aan doen? En het antwoord is ja. Want we kunnen ons onderwijs vergelijken met dat in andere landen. De PISA-onderzoeken laten dat eenvoudig toe. En we vergelijken hier twee onderwijssystemen, Vlaanderen en Noorwegen. En op deze grafiek stelt elk punt een school voor. In die scholen hebben we gekeken naar de gemiddelde sociaal-economische status van de leerlingen. Dat ziet u van links naar rechts. Dat is dus het verschil tussen arme scholen en rijke scholen. En dan zie je dat er in Vlaanderen, het Nederlandstalig onderwijs in België, middelbare scholen bestaan met een uitgesproken arme leerlingenpopulatie en andere met een uitgesproken rijke populatie. In Noorwegen is dat veel minder het geval. Sommige scholen zijn een beetje rijker in Noorwegen, andere zijn een beetje armer, maar de verschillen zijn kleiner dan in Vlaanderen.
Dan van boven naar beneden zie je de gemiddelde PISA-score van de leerling in die school. En wat blijkt, er is een duidelijke correlatie in Vlaanderen. Is de school rijk, dan scoort ze doorgaans een stuk beter in PISA. In Noorwegen zien we dat ook, maar het verschil is veel minder groot dan in Vlaanderen. Je mag terug het beeld weghalen. Dank je wel. En dat schetst dus enerzijds de ernst van het Belgische probleem, want Franstalig België doet het niet veel beter dan Vlaanderen. Maar het toont ook aan dat onderwijsongelijkheid geen fataliteit is. Want als Noorwegen en ook Finland, Estland en zowaar zelfs het Verenigd Koninkrijk het veel beter doen, dan moeten wij in Vlaanderen dat op termijn ook kunnen. Maar momenteel zitten we dus geconfronteerd met een coronacrisis. Het openbaar leven is grondig ingeperkt. Ook vanavond kunnen we dit debat niet met een live publiek doen. En we zijn ook op ruime afstand van elkaar vanavond. Voor de scholen is dat ook heel ingrijpend. Leerlingen brengen veel meer thuis tijd door, doen ook aan afstandsleren. En hoe meer je thuis bent, hoe meer de omstandigheden waarin je leeft doorwerken op je studieresultaten. Heb je ruimte om te studeren? Is al het materiaal dat je nodig hebt voorhanden? Is het rustig of druk? Kunnen je ouders tijd maken om je te helpen? Zijn ze zelf hoog genoeg opgeleid om je te kunnen helpen? En dan kom ik bij Els terecht. Els, jij staat in het basisonderwijs, dus de grafiek die we net zagen gaat niet rechtstreeks over jouw werkveld, maar ik denk wel dat de Vierwindeschool een school is met een uitgesproken arm leerlingenpubliek, nietwaar? Niet alleen. Wij zijn een school die in het hartje van historisch Molenbeek ligt. Een kleine school van elke klas één klas. Van elk leerjaar één klas. En wij, door het inschrijvingsbeleid, hebben wij wel een redelijk gemixt publiek. Dus als je kort door de bocht gaat, dan zeg je, we hebben danshard Vlamingskes. En we hebben ook heel, heel arme mensen. Maar dat is echt heel kort door de bocht. We hebben wel een mix. Het is een fijne school. En met een heel fijn team. Dat er keihard voor gaat. En dat hebben we ook moeten doen. Moet ik naar u praten of moet ik naar daar praten? Naar jullie, oké. We hebben dat tijdens de lockdown heel hard moeten doen. Ik stond vorig jaar in het derde leerjaar. Ik had een groep van 19 kinderen. Maar in onze school gaan wij mee naar het vierde leerjaar. Dus ik heb het voordeel dat ik die kinderen vorig jaar in de lockdown had, maar dat ik die dit jaar ook had. Dus dat was voor mij een heel groot voordeel. Ik herinner mij dat zo ergens begin maart zei er een kindje in de kring. Ja, mijn papa zegt dat er vleermuizen in China een ziekte overbrengen. En ik heb toen gezegd, zo van die cowboyverhalen, dat komt hier niet binnen. Dat was dus fout. Ik heb mij daar achteraf ook voor geëxcuseerd. Wij keken toen met de hele school enorm hard uit om op bosklasse te gaan. En voor veel kinderen bij ons is op bosklasse gaan hun echte vakantie van het jaar. En we hebben op die donderdag moeten zeggen tegen de kinderen, de bosklassen gaan niet door corona. En dat was echt heel erg. De kinderen waren super kwaad. En dan heb ik s'avonds die avond gehoord. En en plus gaan alle scholen ook nog een keer dicht tot aan de paasvakantie. Maar ça va, hè? Tot aan de paasvakantie. Dat gaat wel. En dan heb ik die kinderen de vrijdag nog gezien. En ik wist, ik ga die nu 2 weken niet zien. Maar dan is het paasvakantie en dansen. Dus ik ga die toch nog wel rap een e-mailadres geven. Ik weet wel dat... Ik ga dat toch nog rap even doen. En de kinderen waren zo wel van, wat is dat? Maar wij ook. Maar dat was zo, toch wel een beetje raar. Want de stabiliteit valt weg. En in een school waar... Voor kinderen die school even belangrijk is als die thuis. Of zelfs nog waar zij de wereld... Als dat de plaats is waar zij de wereld leren kennen, dan is dat heel raar als dat wegvalt. Ik weet niet of dat duidelijk is, wat ik daarmee bedoel, waar zij de wereld leren kennen. Oké. Maar goed, het was een beetje verlengde vakantie. We gingen wel opdrachtjes krijgen. Dus ja. En dan kwam natuurlijk in één keer het eerste probleem, namelijk... En dat is wat ik een beetje jammer vind, dat we nu nog altijd blijven horen...
dat digitaal probleem. Dat is precies, als we dat oplossen, als we elk kind een computer geven, dan is het opgelost. En dat is absoluut niet. Maar toch hebben wij dat wel ook eerst moeten doen. Wij zijn er in eerste instantie van uitgegaan, we gaan werk geven zonder computer, punt. Als we willen gaan voor gelijkheid, dan moeten we ervoor zorgen dat we die kinderen op een bepaalde manier kunnen bereiken. En dan is onze klaswebsite wel het handigste. Maar dat kan ook op een telefoon, dat kan ook op een tablet. Maar we gaan geen taken geven via computer, maar we geven hun boeken mee en we geven hun proefjes die ze kunnen doen thuis, met water. Maar we gaan geen taken via computer geven, omdat we al snel voelden van daar zit het probleem. Daar zit al één probleem. Maar ja, toen bleek dat we dat langer moesten thuiszitten. En toen bleek dat er enkel computers voorzien werden voor de middelbare scholen en niet voor de lagere scholen. En dat we ook hoorden van veel van onze kansarme families van... Ja, we hebben maar één computer voor die 6 kinderen. Plus moet ik daar zelf nog thuiswerk op doen. Was dat niet genoeg? Dus zijn wij dus computers en zelfs gewoon bij particulieren en bij andere organisaties zijn die daar naar op zoek gegaan. En hebben wij, ik denk, ik weet dat niet zeker, maar ik denk 100 computers verdeeld. En niet alleen voor onze kinderen, maar ook voor de kinderen die vroeger bij ons zaten en nu in het middelbaar zitten. We hadden toch zoiets van, elk kind moet een computer hebben. Maar dat is nog maar punt 1, want dan komt het internet. Heel veel kinderen hebben thuis geen internet. Dus dan zijn we met Proximus, Telenet gaan onderhanden, internet gaan uitdelen. En dan denk je, oké, we zijn een beetje safe, maar dat was ook niet. Want het is niet omdat je die tools geeft, dat ze daar ook mee kunnen werken. En je geeft in die klas een structuur. We doen nu dat en nu doe je dat. En ik creëer met jullie een werksfeer en dit zijn afspraken. Maar je kunt echt niet verwachten dat iedereen dat thuis ook kan doen. Dus daarin is, ik persoonlijk, maar ik weet mijn collega's ook, heel veel in geïnvesteerd. Ik had in mijn klas een 5 kinderen die wisten, als we ontbeten hebben en we hebben onze kleren aan, dan moeten we de juf bellen. Met de video. Niet met gewoon, ik moest ze zien en was oké, waar ga je zitten? Wat heb je nodig? Wacht, mama, als jij daar gaat zitten, dan kan het kindje daar werken en dan kunnen die... Dus eigenlijk moest ik van op mijn WhatsApp die kinderen hun werk gaan structureren en moest ik eigenlijk een soort werk... Moest ik eigenlijk die huishouden een stukje beginnen organiseren. En waar ik super dankbaar voor ben, is dat de ouders mij dat ook hebben toegelaten. Want dat is niet zo evident, dat je zomaar toelaat dat er iemand zegt... Voilà, jij mocht hier eens even mijn huis houden organiseren. Dus dat getuigt wel van een groot vertrouwen. Wat voor mij het allermoeilijkste was, was het loslaten. Het feit dat je geen controle hebt. Het feit dat je niet weet hoe gaat dat met die kinderen. Want ik hoor, je komt letterlijk, ik wist wel dat er in Molenbeek kansarmoede was. En ik wist ook dat er veel van die kinderen bij ons zaten. Maar ik wist absoluut niet dat dat zo erg was. En ik heb dat nu gezien omdat ik letterlijk bij die families binnenkeek. En omdat die mij letterlijk meepakten via dat schermpje. En dat komt heel hard binnen. En dan maakt uw job nog... concreter van, wauw, wat een taak heb ik hier, maar kan ik dat wel aan? En kan je dat via een scherm, kan dat via een telefoon en gaat dat? En dat is heel, heel, heel zwaar geweest. Mentaal is dat heel zwaar geweest, vooral als ik een paar uur soms van kinderen niet hoorde, dan was dat bellen en bellen en bellen en nog eens. Of kinderen die mij belden en die zeiden, juf, ik zit op het wc, want dat is hier de enige plaats waar ik rustig kan werken. En dan hoorde ondertussen geschreeuw en of kinderen die zo... De kinderen die... Het was dan ook nog eens Ramadan. Er kwam er ook nog eens bij. Kinderen die pas heel laat begonnen werken en die dan om 10 nog belden. Juf, ik begrijp dat niet. Kun je dat eens uitleggen? Dus hun dag werd zo plots heel raar. En ik had het gevoel dat ik zo'n beetje een moederkip was die haar kuikens per se onder haar vleugels wou blijven duwen. Maar dat ging niet. Want die hingen vast aan iets
aan een onduidelijke draad. Dus dat was echt een oefening in loslaten. En toen werd dat duidelijk van... Ja, dit is dus waarom ik gekozen heb om te werken in Molenbeek. Want er is daar een probleem. Nu weet ik nog veel harder dat probleem. Nu wordt dat hier nog veel tastbaarder. Nu komen de problemen letterlijk boven liggen en komen die letterlijk binnen in mijn living. Maar daarmee komt ook de frustratie. Want dat is heel goed dat ik dat probleem ken. Hè? Maar wat nu? Ik kan daar niks aan doen. Ik kan alleen mijn ding in mijn klaslokaal doen. En ik kan proberen, zoals wat jij daar juist zei, van te zorgen dat, dat er zo de gelijkheid zo groot mogelijk wordt. Maar je ziet de ongelijkheid. En ik kan daar als leerkracht niks aan doen. En alle instanties die daar wel iets aan kunnen doen, daar zijn wachtlijsten. En er zijn budgetproblemen. En dat is... zeer frustrerend. En dat is weer een oefening in loslaten. Dat is loslaten van, ik kan maar doen wat ik kan doen. En dat is, ja, dat kind verder mee opvolgen en hopen dat ik daar iets op vast structuur breng. En dan mochten we dus terug naar school en dan waren die twee nu blij. Ik ook. Die eerste dag, dat was verschrikkelijk. Want ik had dat ook zo opgebouwd en nog zoveel dagen. Dus we hadden dat zo online zoveel opgebouwd. Die eerste dag dat was verschrikkelijk, want dat was ontlading voor iedereen. Wij waren allemaal een beetje in overdrive. En ruzie zei het was eigenlijk... Maar vanaf de tweede dag was dat wel heel leuk. En dan hoorde kinderen zeggen... Amai, vroeger zei ik, als ik een wens mocht doen, nooit meer naar school. Nu was het omgekeerd. Pas op, dat begint nu al een beetje terug te keren. En dan is het checken van hoe ver is iedereen mee. En dan was ik wel heel opgelucht dat er geen grote leerachterstanden waren. Dacht ik toen. En dan werd het september, dus dan zat er eigenlijk weer 2 maanden tussen. En dan mochten we terug naar school gaan en dan merkte ik wel, er zit wel een achterstand. En dat zit vooral in leren. In Nederlands. Het feit dat die zo weinig die taal actief hebben kunnen gebruiken, want die hebben wel tijdens de lockdown heel de tijd mij gehoord. En heel veel filmpjes en lalala en onnozelheid en ik verkleed en al. Dus die hebben heel veel passieve taal gehoord, maar die hebben dat niet geactiveerd. Dus die hebben heel weinig Nederlands gesproken, plus in die vakantie. En alle naschoolse activiteiten vallen weg, dus daar ook. Dus daar zit een heel groot probleem en dat voel ik nu nog om op te halen. 1. En 2, die kennis, die wereld werd terug heel klein. En we weten dat kinderen in kansarmoede, het grootste probleem is dat die is niet altijd het feit dat daar beperkte middelen zijn, maar is vooral beperkte kennis van de wereld. En waarom dat wij, waar wij in de Vierwinden wel voor staan, en ik denk veel Brusselse scholen, is... We gaan met die gasten de wereld in. Want we moeten die hun wereldbeeld vergroten en we moeten die zoveel mogelijk leren kennen. En nu zitten we met een probleem, want we mogen niet. We moeten al sinds september binnenblijven met die kinderen. Dus ik zit elke dag met die kinderen binnen die 4 muren van die klas en we kunnen niet die wereld instappen. En voor die gasten is dat zo belangrijk om in die wereld te stappen en te interageren en niet alleen maar mij te horen die alles vertelt vanuit haar ivoren toren van de sociale middenklasse. Die moeten zelf ervaringsgericht gaan leren en dat voel ik wel heel, heel hard, dat daar een ding zit. Ja, voilà. Ik denk dat ik daarmee het belangrijkste gezegd heb. En ze zijn ook bang. En dat vind ik niet tof. Als iemand nog maar niest of snut, dan zijn die bang. En dat vind ik, daar ben ik heel ongerust over. Maar dat is een andere discussie, denk ik. Dankjewel, Els. Dat is pakkend ook wel. En dus even ademhalen en naar Jeff van Dam. Jeff, jij bent schepen voor Nederlandstalig onderwijs in Molenbeek, de gemeente waar Els lesgeeft. De gemeente heeft ook Nederlandstalige basisscholen in het gemeentelijk onderwijs. Dat heeft niet elke Brusselse gemeente, maar Molenbeek heeft er verschillende. En daarnaast ben je ook bevoegd voor wat we flankerend beleid noemen. Welke mogelijkheden geeft jou dat om concreet te helpen aan de problemen die Els aankaart? Ja, dat is direct een hele moeilijke vraag.
Ja, ik herken heel erg het verhaal van Els in die zin dat ik ben bevoegd voor 5 Nederlandstalige gemeentescholen. Dat zijn ongeveer 1500 leerlingen in Sint-Jans-Molenbeek langs de Nederlandstalige kant en langs de Franstalige kant zijn dat ongeveer 6000 leerlingen. Dus dat zijn een heel grote gemeentelijke structuur. We werken vaak samen met het Franstalig onderwijs, maar ook in een zekere autonomie. Ik vond altijd mijn eerste taak, en dat is nog altijd mijn eerste taak, is ervoor te zorgen dat we mensen zoals Els, leerkrachten en directies, die eigenlijk heel goed weten wat zij kunnen en wat zij moeten doen, om die zoveel mogelijk te ondersteunen en de mogelijkheden te geven om te doen wat ze willen doen. In corona ook altijd zo gebleven en voor mij nog altijd een van de essentiële taken, dat is ervoor te zorgen dat dat kader, dat onderwijskader, zo sterk mogelijk is, maar ook niet te veel eenheidskoek opleggen. Ik ga een paar voorbeelden geven. Heel snel in corona, bij het begin van corona, iedereen totaal overvallen door de situatie. Mensen beginnen te improviseren. En heel vaak kennen directies en leerkrachten heel goed de problemen waar een leerlingen mee kampen en weten zij ook de juiste dingen te doen. Zo was er een school die bijvoorbeeld heel snel is begonnen, zoals Els zei, met het drukken van blaadjes, hè, van bundeltjes. En die dan bijvoorbeeld aan huis werd afgeleverd. Dus wij hadden leerkrachten die in het begin 1 keer, 2 keer per week langs gingen fysiek bij leerkrachten. Niet bij leerlingen. Niet bij alle leerlingen, maar wel bij een groot deel van de leerlingen, omdat wij zien dat we inderdaad, hè, we hebben 95% anderstalige leerlingen in onze school. Dat gaat dikwijls gepaard met een andere culturele achtergrond en met sociaal-economische moeilijke situaties. En dus die mensen hadden geen computer. En als ze er al een hadden, moesten ze inderdaad delen, zoals Els zei. Maar dus heel vaak is het papierwerk nog altijd de meest gemakkelijke en meest directe ingang bij die mensen. En dus was een van mijn taken van dat mede mogelijk te maken. Op dat moment was er een totale paniek, ik zou zelfs zeggen een psychose. En hetzelfde het idee dat je fysiek bundeltjes ging afgeven aan huis, werd op dat moment eigenlijk als problematisch ervaren. Ik herinner mij dat ik toen mails kreeg van de vakbond. Ik ben zelf heel overtuigd lid van de vakbond. Maar ik werd door de vakbond onder druk gezet om mijn leerkrachten te verbieden om nog langs te gaan bij mensen thuis. En dan is het mijn taak om als schepen ervoor te zorgen dat eigenlijk elke school binnen het wettelijk kader natuurlijk, hè, we gaan geen dingen doen die niet kunnen in het kader van corona, maar toch om die ruimte waarin dat die directies en leerkrachten kunnen functioneren zo groot mogelijk te houden. En dat is voor mij vandaag nog altijd een van mijn basistaken. Dat is ervoor zorgen dat de professionals, de directies en de leerkrachten eigenlijk hun job zo goed mogelijk kunnen doen en dat zij zo weinig mogelijk worden geambeteerd of beperkt door regeltjes die door een aantal mensen worden opgelegd, maar die niet noodzakelijk naar de geest, maar heel dikwijls naar de letter gevolgd worden, waardoor we eigenlijk dikwijls problemen creëren die er niet zijn. Zoals hier bijvoorbeeld het geval was met die blaadjes. We hebben bijvoorbeeld in de zomer, na de constatatie die we gedaan hebben, zoals Els, van ja, er is toch wel een heel groot probleem qua taalgebruik, qua het onderhouden van het Nederlands bijvoorbeeld, hebben wij heel snel gezegd, we gaan een zomerschool organiseren. We zijn daar met volle kracht ingevlogen en we hebben heel snel die zomerschool georganiseerd. We hebben ook nu al beslist dat we, wat er ook gebeurt, dat we die zomerschool volgend jaar opnieuw gaan doen. Omdat we ook merken van die twee maanden periode is veel te lang. Ik was al heel lang overtuigd van het feit dat die zomervakantie eigenlijk korter moest. Ik ben nog meer dan ooit overtuigd en ik denk eigenlijk dat we een soort momentum hebben gemist om eigenlijk te zeggen van ja, we gaan die zomerschool fundamenteel, structureel korter maken. Want voor het publiek waar wij mee werken, maar ik denk eigenlijk voor alle kinderen in het lager onderwijs toch minstens, is die zomervakantie veel te lang. En zouden we dus ook structureel die kunnen verminderen naar 6 weken in de zomer, eventueel met een verlenging van de krokusvakantie en de herfstvakantie, geen probleem voor mij. Maar die 6 weken, dat is die 8 weken, op dit moment die 9 weken, dat is onoverbrugbaar. En dus hebben wij heel snel beslist, we doen die zomerschool en we willen dat opnieuw doen. Ik heb ook, en dat vind ik eigenlijk ook een taak van het lokale bestuur of van zelf
organisatoren van onderwijs bijvoorbeeld in het vrij onderwijs of in het schoolonderwijs, proberen signalen te geven naar degene die de beslissingen nemen, in mijn geval OVSG, dus de koepel van de steden en gemeenten, van kijk, kinderen thuis zetten is de slechtst mogelijke oplossing. Ik ben nog altijd heel erg van overtuigd, natuurlijk op het moment dat dat start allemaal weet, wisten we niet wat er aan de hand was, maar ik denk nog altijd dat de schade die we gedaan hebben door die scholen zo lang te sluiten, dat die groter is dan de problemen die we daarmee hebben opgelost op het moment zelf. En natuurlijk is dat een hele boude stelling en gaat men iedereen zeggen, oh, maar de ziekenhuizen en weet ik veel wat. Maar ik vind het de taak van de politiek en ook van mezelf om ook eerlijk te zijn in dat verhaal en te zeggen van, kijk, die coronamaatregelen die ervoor zorgen dat wij nu een aantal dingen niet kunnen doen, dat zijn maatregelen, dat zijn beslissingen. Het is niet zo dat omdat er corona is, dat per definitie die maatregelen de enigste mogelijke maatregelen zijn. Het gaat over politieke keuzes. En ik vind dat we heel duidelijk moeten zijn dat dat niet de ziekte is die ervoor zorgt dat dit gebeurt, maar wel de beslissingen van politici en van heel veel andere mensen die ervoor zorgen dat we de maatregelen die er nu zijn, dat we die handhaven. En dus dat we ook zouden kunnen kiezen om andere maatregelen te nemen dan degene die we vandaag nemen. Ik wil niet zeggen dat alle maatregelen die genomen zijn, dat die slecht zijn. Integendeel, er zijn heel veel goede maatregelen genomen. Maar bijvoorbeeld, ik ben al heel snel een van de mensen geweest die luidop gezegd heeft, die lagere scholen die moeten zo snel mogelijk terug openen. En dat heeft heel veel te maken met hetgeen dat Els vertelt. Digitale moeilijke toegang. Maar nog veel belangrijker dan die digitale toegang, want er is heel veel focus op gelegd. En ook wij hebben natuurlijk computers gekocht. Ook wij hebben heel veel extra inspanningen gedaan met filmpjes en dergelijke meer. Maar ik vind veel belangrijker dan die digitale toegang is de structuur die je kan brengen in gezinnen, niet alleen bij kinderen, maar ook in gezinnen, door die naar school te halen. De blik op de wereld, het taalgebruik, dat zijn allemaal dingen die niet strikt genomen met het pure leerkader, hè, leren rekenen, leren schrijven, dat kan je à la limiet nog online doen, op voorwaarde dat dan thuis de structuur aanwezig is om dat toe te laten, wat dat heel vaak niet zo is. Maar dus die kinderen naar school halen, dat is niet alleen belangrijk voor het pure leren, maar dat is superbelangrijk voor de ontwikkeling van dat kind. En elke dag dat een kind niet op school is, is eigenlijk een kleine ramp, zeker en vast, voor de kinderen waar wij mee in onze scholen zitten. Mijn eigen kinderen die kunnen daar wat meer tegen, hè, want die krijgen een heel ruime, rijke opvoeding thuis. Die worden geprikkeld constant. Maar heel veel kinderen in onze scholen worden thuis niet geprikkeld. Integendeel, die zitten thuis de hele tijd voor de tv, voor de computer. Of die bewegen bijna niet. Hè. Gewoon al het feit van buiten te komen, naar een park te gaan, de verplaatsing te maken naar een school, andere mensen tegen te komen. Dat zijn dingen die voor heel veel kinderen niet evident zijn als die thuis zitten. En dus vind ik ook onze taak als politici om daaraan te denken en dus ook een aantal beslissingen te nemen met dat verhaal in de achtergrond. En nu ga ik helemaal buiten het kader, maar we hadden ook bijvoorbeeld kunnen beslissen om het aantal bedden op intensieve zorgen te verdriedubbelen. Hè? Dat had ook een politieke beslissing kunnen zijn. Ik ga hier niet debat openen over de coronamaatregelen, maar ik wil maar zeggen, deze maatregelen die we genomen hebben, dat zijn politieke beslissingen. En dat was niet onoverkomelijk. Het is niet zo dat dat de enigste mogelijke piste was. En men wil ons dat nu heel dikwijls vertellen. We kunnen ook nu bijvoorbeeld zeggen, het secundair onderwijs is voor een stuk afstandsonderwijs. We hadden ook kunnen kiezen om alle winkels toe te houden en te zeggen, ja, iedereen mag fulltime terug naar school. Maar we hebben voor gekozen, als maatschappij, als politici, om te zeggen, nee, in plaats van alle winkels toe te doen, gaan we een soort gemixt situatie creëren waarbij dan een aantal kinderen niet naar school kunnen gaan, maar we doen wel de winkels open. We kunnen daarover discussiëren, of dat een goede keuze was of niet, maar we kunnen niet zeggen dat dit de enigste mogelijke oplossing was. En ik vind dat ook onze taak als lokale bestuur, en ik heb dat ook gedaan, om naar het hoger niveau, naar de minister toe, naar de onderwijskoepels toe, te zeggen van, kijk, ik vind dat we die of die beslissing moeten nemen. Ik kan nog een half uur voortpraten, maar dat is zelfs niet de bedoeling. Hè? Dat kunnen we straks inderdaad wel een aantal, want je geeft wel een aantal kapstokken waar ik straks ook op wil terugkomen. Maar eerst eventjes naar Ides Nikijzen. Ides, wij kijken naar jou om een breder kader om dit relaas te zetten.
onderwijsongelijkheid. Wat Els daarnet zegt, blijft mij ook wel heel erg bij van... We hebben het nu gezien via de webcam wat ongelijkheid in de gezinnen is. Die was er altijd al. En onderwijsongelijkheid is ook een structureel probleem. En ik hoop dat jij dat een beetje wilt toelichten. Heel graag. Ik heb met heel veel aandacht geluisterd naar het verhaal van Els en ook van Jeff. En ja, als ik nog zou lesgeven, dan zou ik de opnames zeker gebruiken in mijn lessen, omdat het een zeer levendig en helder verhaal is over de mechanismen van ongelijkheid in ons onderwijs. Je hebt verteld over het feit dat kinderen niet alleen de financiële middelen missen thuis, dat het niet alleen een kwestie is van geld, hè, en zelfs niet alleen een kwestie van computers en internet, maar ook een kwestie van sociale steun, van de mogelijkheid van ouders om het schoolwerk van hun kinderen op te volgen, de ruimte die men thuis heeft, de cultuur waarover men beschikt enzovoort. Dus al die factoren, dat zijn rugzakjes. Dat zit allemaal in de rugzakjes van de kinderen. En die rugzakjes zijn heel, heel ongelijk gevuld. Hè. Daarbovenop komt natuurlijk dat onze school anders georganiseerd is dan in het buitenland. In het basisonderwijs merk je daar nog niet zo heel veel van. En toch zijn ook in ons basisonderwijs zijn er factoren aanwezig die ongelijkheid dreigen in de hand te werken. We zijn een vreemd landje. We hebben enerzijds een extreem hoge mate van vrijheid in het onderwijs. We hebben vrije schoolkeuze. En er zijn niet veel landen in Europa waar je vrije schoolkeuze hebt. Waar ouders vrij kunnen kiezen tussen verschillende soorten scholen voor hun kinderen. Maar je hebt ook vrijheid van onderwijs. Wat betekent dat wie wil... En een aantal minimumvoorwaarden respecteert, dat hij een school kan oprichten volgens eigen pedagogische inzichten enzovoort. Die vrijheid is historisch gegroeid en heeft veel te maken met de vroegere strijd tussen kerk en staat over de macht in het onderwijs. Daar is een soort van evenwicht gezocht, hè, en de vrijheid was eigenlijk de oplossing. Maar die vrijheid maakt ook dat scholen zich gaan profileren als zijnde meer elitair gericht of meer voor het gewone volk enzovoort. En dat ouders ook een soort van rangschikking maken van scholen, van dit is een zeer goed onderwijs en dit is een beetje toch wel wat minder enzovoort. Hè. Dus je krijgt in zo'n landschap spontaan al een soort van zelfselectie en de scholen doen daar een stukje aan mee. Waardoor niet alle scholen dezelfde capaciteit en dezelfde draagkracht hebben. Dat weerspiegelt zich ook in de leerkrachten. Dus je hebt scholen met uitstekende leerkrachten en je hebt scholen met tekort aan leerkrachten in de eerste plaats. En dat tekort is vandaag de dag zeer acuut. Dus ook de ongelijke verdeling van leerkrachten draagt bij aan ongelijkheden in het onderwijs. Ik zei dat we een rare landje zijn, omdat we langs de ene kant heel veel vrijheid hebben. En die vrijheid werkt een stuk ongelijkheid in de hand. En tegelijk hebben we in ons onderwijs heel rigide structuren. We zijn bij de wereldkampioenen in het zitten blijven, bijvoorbeeld. Zitten blijven is eigenlijk voor een kind zeer, zeer frustrerend. Demotiverend. Hè. Soms is het noodzakelijk. Hè. Ik wil het niet zwart-wit schetsen, maar soms is zitten blijven noodzakelijk. Maar in heel wat gevallen is zitten blijven een soort van gemakkelijkheidsoplossing, omdat men de alternatieven onvoldoende uitbaat. Hè. En ik denk dan bij alternatieven vooral aan sterke differentiatie, aan zomerscholen enzovoort. Hè. Dus heel veel hangt af van de inspanningen die de school zelf doet om kinderen op te krikken, de mate van differentiatie, de organisatie van je leerkrachten, of van de agenda van je leerkrachten. Hoeveel tijd kan je vrijmaken in een school om leerlingen individueel te begeleiden, enzovoort. Dus dat is een vorm van rigiditeit. Een andere vorm van rigiditeit is toch wel de
ongewoon grote doorstroom of doorverwijzing vanuit het gewoon naar het buitengewoon onderwijs, hè, al van zeer vroeg. Dankzij het M-decreet wordt daar tegenin gegaan, maar dat is met heel veel moeite en heel veel kinderziektes verlopen. En dat moeten we toegeven. Toch is de bedoeling van dat M-decreet zeer, zeer belangrijk en ik blijf daar 100% achter staan. Een derde vorm van rigiditeit is natuurlijk de structuur van ons secundair onderwijs. Hè. Je hebt daar net naar PISA verwezen. De reden waarom de kloof tussen die meest kansrijke en die meest kansarme leerlingen in het secundair onderwijs zo groot is, is omdat ja, de leerlingen niet alleen verschillend naar school komen, maar de scholen zelf en de curricula die we aan leerlingen aanbieden, zijn zeer verschillend. En... ja, ik denk dat we het moeten benoemen. Dus in Vlaanderen, in Nederland, in Duitsland, Oostenrijk oriënteren we onze kinderen op zeer, zeer jonge leeftijd naar hetzij algemeen vormend onderwijs, hetzij naar meer arbeidsmarktgericht onderwijs. Dat is dan op basis van de prestaties voor wiskunde en taal en zo, dat men de kinderen oriënteert. Men denkt dat men objectieve criteria hanteert, maar op de leeftijd van 10, 12 jaar oriënteer je in feite de kinderen op basis van de scholing van hun ouders. Hè. Zo simpel is het. Want kinderen van hooggeschoolde ouders presteren goed voor wiskunde en voor Nederlands. Kinderen van laaggeschoolde ouders hebben daar veel minder kansen toe. En dus die veel te vroege oriëntering versterkt ook de ongelijkheden. We zijn ook in dat opzicht uitzonderlijk, omdat ja, dus, we zitten samen met niet toevallig, hè, met Germaanse landen, Duitsland, Oostenrijk, Nederland, Vlaanderen, of in België, tel daar Hongarije bij. Hè? En dan heb je het ongeveer, dat zijn de systemen waar dat we op zeer jonge leeftijd kinderen oriënteren in rigide curricula, waarbij het ene kind systematisch omhoog getrokken wordt en het andere kind veel minder algemene vorming krijgt aangeboden. En dat is absoluut geen verwijt aan de scholen voor beroepsonderwijs. Hè. Het is het systeem dat we moeten ontmaskeren. Dus dat zijn factoren. En dan komt corona. En je hebt het eigenlijk schitterend verteld. Corona is een soort van versneller van die ongelijkheid. Omwille van verschillende redenen. Ten eerste weten we dat corona zeer ongelijk ingrijpt in alleen al maar in de gezondheid van gezinnen. Dus de kans om het virus op te doen is veel hoger in kansarme milieus dan in kansrijke milieus. Hè. Ik heb gelezen dat de ouderen in kansarme gezinnen 5 maal meer kans hebben om te sterven van corona dan de ouderen uit de meest kansrijke groepen. Dat zijn Belgische gegevens. Dus dat, die ongelijkheid zal ook wel de kinderen een stuk bedreigen. Natuurlijk, kinderen lopen minder risico op het virus zelf, maar hun ouders lopen die risico's in verschillende mate. En als ouders ziek worden, betekent dat ook vermindering van draagkracht, verlies van inkomen en dat soort van zaken meer. De werkloosheid, die zeer ingrijpend is geweest, omhoog geschoten. En de sociale bescherming die voor de ene wel goed is en voor de andere niet goed. Hè. Denk aan mensen die ja, eerder losse jobs doen in de horeca of in de detailhandel of bij courierbedrijven of dat soort van jobs zijn veel kwetsbaarder, zijn veel minder sociaal beschermd. Hun inkomen zakt in elkaar. Dus die factoren spelen extra hard in die gezinnen. Maar dan komt daar nog bij dat uitgerekend in die context dat een heel deel van de opdracht van het onderwijs verschoven wordt van de school, die in feite een soort van gelijkmaker is, naar dat huisgezin. En dus komt dat dubbel hard aan. En op die manier krijg je dus een versterkend mechanisme. En dan komt daar, en ik denk dat we nu in die fase zitten, na een jaar komt daar nog het bijkomende mechanisme bij, dat we nu vaststellen dat heel wat leerlingen disproportioneel achterstand hebben opgelopen in hun leercurve en dat de selectiemechanismes deze leerlingen gaan nog meer gaan uitrangeren. En dus ik ben heel bang voor een versterking van de waterval in het secundair onderwijs en binnen enkele jaren voor een versterking van het vroegtijdig schoolverlaten.
Want zitten blijven en afstromen, om het met een lelijk woord te zeggen, in het secundair onderwijs, zijn factoren die demotiveren en zijn risicofactoren die de kans op vroegtijdig schoolverlaten verhogen. In die zin is de coronacrisis echt een versterker van de ongelijkheid. We kunnen er niet buiten. Ik wil een paar cijfers geven. Onze collega's van KU Leuven, Christophe De Witte en zijn doctorandi, hebben gebruik gemaakt van de interdiocesane proeven in het vrije onderwijs. Ze hebben de resultaten van het jaar 2019, einde zesde leerjaar, vergeleken met de resultaten van 2020, zesde leerjaar. Het verschil in gemiddelde prestatie is iets minder dan een half jaar leerwinst, die eigenlijk verloren gegaan is in het vorige schooljaar. We spreken juni 2020. Dus was er al bijna een half jaar leerachterstand opgelopen. En onlangs is er nog een bijkomende studie van hen verschenen die aantoont dat je een significant effect ziet van elke schooldag dat de school gesloten is. Dus elke schooldag kost leerverlies bij leerlingen. En bovendien is dat leerverlies 2,5 keer groter bij de zwakste scholen waar de zwakste leerlingen zitten. En ik denk dat vooral leerlingen zijn die inderdaad thuis niet Nederlandstalig zijn, omdat zij dus te weinig getraind zijn en onderhouden, of hun Nederlands hebben kunnen onderhouden. Dus dat zal zeker meespelen. Dat zijn zo een paar cijfers om toch wel te zeggen voor welke enorme uitdaging dat we staan. Mag ik daar iets over zeggen? Ja, absoluut. Ik denk dat dat waar is, dat dat inderdaad met de milieus te maken heeft, maar ik denk dat dat ook met de begeleiding van het ministerie van Onderwijs te maken heeft. Want als ik zie welke communicatie die wij als leerkrachten, als teams hebben gekregen van wat er van ons verwacht werd tijdens die lockdown, er werd niks, hè. Er werd eerst gezegd, je moet herhalen, en dan werd er gezegd, je mag dingen aanleren. Maar er werd niet gezegd, we verwachten, ik zou dat logisch vinden, dat er gezegd werd, we verwachten dat elk kind 3 uur per dag werkt, of zoiets. Want er zijn scholen waar dat er kinderen heel hard gewerkt hebben en waar leerkrachten kapot waren om zichzelf uit te vinden. Maar er zijn ook scholen, hoor ik toch bij vrienden en vriendinnen van mij, die zeggen, ons kinderen, maar niks, hè. Die krijgen zo een keer een bundeltje met wat mandala's. Ik trek het nu even op flessen, hè. Maar er is vanuit de overheid is daar niks gekomen en was het eigenlijk aan de school zelf en aan de leerkrachten zelf om te zien van, wat ga ik van mijn kinderen verwachten? En dus als ik dan zeg van mijn kinderen van mijn klas en veel kinderen van onze school hebben natuurlijk een beetje achterstand, maar minder achterstand, dan denk ik dat dat ligt aan het feit dat wij de lat voor hen hoog gelegd hebben. Omdat we weten dat ze in zo'n kwetsbare milieu zitten. Behalve de kinderen van het eerste natuurlijk, want die kunnen niet online leren lezen, want die hebben iemand live nodig die daar zo aan staat te zeggen. Ja, volledig dus ik mis daar ook echt wel structuur van de overheid in. Volledig akkoord. En je illustreert opnieuw wat het gevolg is van die vrijheid van onderwijs. Mm-hmm. Dus de scholen krijgen geen gelijke instructies. En dus de ene school doet geweldige inspanningen en de andere doet niks. En dat vergroot ook verder de ongelijkheid. En ik ben het ook eens, als we onze minister iets kunnen aangeven, het is dat hij wel vecht om de scholen open te houden. En dat heeft hij heel goed begrepen. En daar heeft hij toch wel een verdienste. Maar op pedagogisch vlak hebben van het departement onderwijs heel weinig gekregen. Ja, en de ondersteuning die we dan wel kregen, bijvoorbeeld het feit dat er geld wordt vrijgemaakt om extra leerkrachten aan te werven nu tijdelijk. Wij willen gerust extra leerkrachten aanwerven, maar wij vinden ze gewoon niet. We krijgen ons huidig kader al niet vol. En dus de inspanning die dan geleverd wordt vanuit het ministerie van Onderwijs is een inspanning die ons echt niks helpt. Dus ik ben ook heel blij, en ik zal dat niet snel zeggen over een N-VA-minister, maar ik ben heel blij met de attitude van de minister met betrekking tot het openhouden van de scholen, want ik vind dat hij daar inderdaad ook echt een grote inspanning heeft gedaan, maar daar stopt het wel. Extra geld op tafel leggen om nieuwe leerkrachten aan te werven, die we toch niet kunnen aanwerven, want we krijgen ons kader niet vol, want er zijn geen leerkrachten.
Ja, daar zijn we eigenlijk niks mee op dit moment. Mag ik die vraag van Els naar meer concrete instructies voor wat we wel en niet moeten doen in onze klasse? Mag ik die dan toch ook een beetje naar jou doorsturen, Jeff? Want jij bent bestuurder bij OVSG, het Onderwijssecretariaat voor de Vlaamse Steden en Gemeenten. Jullie hebben een eigen pedagogische begeleidingsdienst. En Els zit natuurlijk in een ander net, het katholieke net. Maar denk je dat de pedagogische begeleidingsdiensten te veel de losse hand hebben gelaten aan de schooldirecties? Ja, dat is ongetwijfeld zo. Het is natuurlijk ook zo, we moeten eerlijk zijn in dit verhaal. Ik denk dat iedereen, inclusief de pedagogische ondersteuningsdiensten, op 13 maart vorig jaar totaal verrast waren. En dat je zoiets niet zomaar opgestart krijgt van nul. Dat is natuurlijk ook de realiteit. Wij hebben zelf geprobeerd om vanuit ons schoolbestuur een aantal richtlijnen te geven over hoe je dat best aanpakt. Ik geloof wel ook, en ik denk ook dat ik dat in vorige studies heb gelezen, dat de vrijheid, de pedagogische vrijheid die de scholen hebben, ook een stuk de sterkte is van ons onderwijs. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met het Franstalig onderwijs, heb ik begrepen dat een van de sterktes van het Nederlandstalig onderwijs ten opzichte van het Franstalig onderwijs juist is dat er iets meer vrijheid is naar de manier waarop er les wordt gegeven, bijvoorbeeld. Dus we hebben dat geprobeerd om een aantal richtlijnen te geven, om een stramien, om een kader te geven, maar ik herhaal het nog eens, heel vaak bots je toch op niet schoolse problematieken, of niet puur pedagogische problematieken die het moeilijk maken om de leerstof over te brengen. Ik kan nog een paar voorbeelden geven. Heel veel van onze leerkrachten zijn aan de slag gegaan met filmpjes. Hè. Ik denk dat Els dat ook gedaan heeft. Maar die filmpjes, wij realiseerden in sommige scholen dat die zeer weinig bekeken werden. Je kan dat zien, hè, een YouTube-filmpje, hoeveel keer dat daar afgedraaid wordt. En dus dan zagen we dat voor een klas. Dus een leerkracht stikt heel veel tijd in een voorbereiding van een goed filmpje. Vindt echt, ik heb goed gewerkt en heeft daar ook hart en ziel in gelegd. En de realiteit was dat dat filmpje niet bekeken werd. En dan werd er gebeld naar die kinderen, naar de ouders en weet ik veel wat. En dat lukte gewoon niet. En dus dan heb je zelf nog niet de stap naar het integreren van die kennis, dan het opnemen van die kennis. Maar dus, wat zit er dan achter? Er zit natuurlijk een probleem achter dat het kind in kwestie misschien geen deftige computer heeft, of die moet delen met een ander ding, met een ander boertje. Maar ook dat er thuis geen structuur is voor dat soort dingen. Opstaan op tijd. Eten. Wanneer eet je? Ga je zelf eten? Moet je misschien zelf naar de winkel? Staat er constant een radio te spelen of een tv die aanstaat? Is je mama of je papa, want ik ben zelf inderdaad zoals Els in middenklasse, we hebben een hoog opleidingsniveau. Je kan je kinderen omkaderen en meestal werk je thuis. En dat was zeer moeilijk om te combineren, maar je werkte thuis, online en je combineerde je kinderen met je werk. Dat is het beeld dat wij in de Vlaamse media te zien krijgen. De realiteit in Molenbeek is dat die ouders ofwel geen werk hebben en dus thuis zitten ook, maar zelf ook niet goed weten wat ze moeten doen of alleszins met andere dingen bezig zijn dan het begeleiden van een kinder, want ze spreken de taal niet, dus ze kunnen hun kinderen niet begeleiden. En twee, als ze dan toch werk hebben, dan zitten ze misschien in een poetsbedrijf of, en dan moeten ze opstaan om 5 uur 's morgens. En dan zijn ze thuis om 2-3 uur in de namiddag. En dus, dat betekent ook dat kinderen gewoon soms alleen thuis zitten. Dat is ook een realiteit die wij niet zien op tv. Die we niet zien in de berichtgeving. En dus het imago dat er wordt, of het beeld wat er wordt gecreëerd van het modale gezin en het modale kind, met de grote lieveling en de mama die de kinderen, 2-3 kinderen van ver begeleid en zelf ondertussen een beetje werkt, ja, dat is niet de realiteit bij ons in onze scholen. Ik denk dat wat de kinderen aangaven, wat het zwaarste was in die ongelijkheid, was de hoeveelheid tuinen dat er te zien waren op tv. Iedereen, het was kei mooi weer, en iedereen was aan het aperitieven in een hof. En onze gasten, die wonen, niet allemaal, hè, maar veel van onze gasten, die wonen op hele kleine appartementjes. Ik zelf ook. Ik heb ook zelf alleen maar een heel klein prutsbalkon. En ik werd zelfs al heel, heel kwaad op de VRT dat in elk journaal, en dan komt er zelfs een item over dat de zwembaden zo goed verkopen. Maar man, ik kon ze daar echt... Dat is echt schrijnend als je zo... Dat maakt het
heel, heel tastbaar voor die kinderen. Ik weet, in september, ik wist, dat gaat hier niet lang duren of wij worden opgesloten in die school als we nog thuis moeten blijven. Dus ik ga daar nog mee op stap met die kinderen. En wij zijn naar het Neerhof gegaan als een kinderboerderij in Dilbeek. En sommige kinderen waren voor de allereerste keer sinds 13 maart terug in de natuur. En wat dat doet met een kind, ik was daar eigenlijk niet goed van. Die werden uitgelaten. Sommige kinderen, ouders hebben hun kinderen uit angst binnengehouden. Ik ben ondertussen al bij een paar mensen ook thuis geweest om spullen te gaan brengen, maar ook via het scherm bij iedereen thuis geweest. Het effect dat de natuur op kinderen heeft die daar een half jaar niet geweest zijn, dat is echt hallucinant. Dat wilde je eigenlijk niet zien. Mm-hmm. En dat maakt mij nu soms zo boos dat het op het departement en in de media en ik weet niet waar en in onderzoeken heel vaak gaat over leerachterstand, resultaten. Maar de menselijke schade, mm-hmm, bij die kinderen, het zelf geconfronteerd worden met de ongelijkheid, want zij kijken ook binnen in de andere livings. Hè. Zij zien plots het huis waar dat kindje altijd over vertelt. En die vertelt over, wij zitten in onze tuin en wij hebben dit gedaan en wij gaan toch... Het feit dat daar niks mee gedaan wordt en dat het enkel over dat resultaat gaat, dat vind ik echt... Ja, daar word ik heel kwaad. Mag ik ook eens vragen, Els? Want we hebben het een paar keer gehad over afstandsleren. En we hebben ook al de waarde benadrukt van het werken in de school en van het pedagogische dat je verliest als je via een afstand moet werken. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat dat plots moet, dat dat nu moet. Maar het gaat niet de laatste pandemie zijn. En denk je dat er op termijn een manier van lesgeven kan gevonden worden waarbij dat de leerlingen vaker thuis zitten? Ik vind crisissen eigenlijk altijd heel goed. Want ik denk, een crisis, daar moet iets mee doen. Dus het ergste wat er nu kan gebeuren, is dat we daar niks mee doen. Dus ja, voilà, we gaan daar iets mee doen. Ik zie dat op hoger niveau, zie ik dat niet gebeuren, nog niet. Maar dan kunnen wij dat op ons klein niveautje wel doen. En natuurlijk geven wij nu al anders les, omdat we die kinderen alleen hebben gelaten. Hè? We hebben die losgelaten en die hebben dat eigenlijk ook kunnen. En dus ik geef bijvoorbeeld nu veel kortere instructies. Ik doe niet meer heel met een uitleg. Ik doe veel kortere instructies en ik laat die veel sneller alleen werken. Ik geef die veel meer autonomie. Dus dat zijn dingen die in de klaspraktijk kunnen. Maar ik denk wel dat het ergste wat je kunt doen met kinderen is die thuis zetten. Want kinderen hebben, als je wilt gaan naar een maatschappij waar we streven naar gelijkheid, dan denk ik dat je kinderen uit verschillende milieus moet samenzetten. En door die alleen in hun huis te zetten, gaat dat dan net in de hand werken, denk ik. Ja, ik denk echt dat we, als we iets moeten leren, dan is het wel dat we kinderen niet moeten thuiszetten. Als we iets moeten leren uit deze pandemie, dan is de idee dat we afstandsonderwijs de regel zou worden, of dat dat de oplossing zou zijn en dat we dat moeten verbeteren, dan is dat voor mij de foute conclusie. De conclusie moet zijn, we moeten ten allen tijde proberen de scholen open te houden. Dat is mijn absolute overtuiging. Ik wil jullie er ook aan herinneren dat we jullie opmerkingen en vragen hier lezen en dat ik met plezier ook vragen vanuit het panel wil voorleggen, of vanuit het publiek wil voorleggen aan het panel. We kregen daarnet al de opmerking van Lieve, die zei van ja, de communicatie van het departement onderwijs kan echt wel alerter, kan echt wel beter. Ik vermoed dat Lieve zelf leerkracht is. Is dat een gevoel dat ook bij schoolbesturen leeft, dat er te traag of te moeilijk gecommuniceerd wordt? Er was geen communicatie vanuit het departement onderwijs inhoudelijk. Natuurlijk, ik begrijp ook dat in de huidige onderwijscontext, en die heeft Ides toch heel duidelijk uitgelegd, dat ook een stuk vasthangt aan de manier waarop ons onderwijs is georganiseerd. Want ik kan mij voorstellen dat als Ben Weitz zou gezegd hebben van dit zijn de leerinhouden die kinderen nu prioritair moeten leren, dat dan het katholieke onderwijs uit zijn vel zou gesprongen zijn en misschien ook naar het grondwettelijk hof van het GO natuurlijk ook, inderdaad. Maar dus, ja, dat is inderdaad de andere kant van het verhaal, is dat we met een onderwijsgeschiedenis zitten die ervoor zorgt dat dit soort dingen eigenlijk niet kunnen.
Maar bon, dat is de vraag is dan, als ze niet kunnen, misschien zijn ze wel nodig, want langs de kant kan er vanuit de koepels ook veel te weinig input. Lien heeft een tweede vraag gesteld, of wil jij daar ook ingaan? Ja, als ik mag. Ja, ik ben akkoord dat dus het feit dat er zo weinig pedagogische richtlijnen zijn gekomen vanuit zeg maar de minister, dat te maken heeft met de vrijheid van onderwijs. Hè. Hij heeft goed geleerd om voorzichtig te zijn ten opzichte van de koepels enzovoort. Maar er was toch wel heel wat mogelijk, denk ik. Ik denk bijvoorbeeld aan de vaststelling dat onze leerkrachten zelf onvoldoende voorbereid waren om om te gaan met afstandsonderwijs. En of je het nu wil of niet, in zo'n pandemie moet je ermee werken. En dus dat vraagt een omslag in enkele weken tijd. En eigenlijk je kan snel vorming organiseren, je kan dat ook online organiseren. Leerkrachten zijn tamelijk toch wel goed in het gebruik van internet, dus zoveel heeft dat niet om het lijf. Je kan dat op grote schaal organiseren, de bijvorming van leerkrachten. Het ICT-plan van het onderwijs is er nu eindelijk aan het komen. Hè. Ik weet niet of het voldoende is, maar je had dat in mei vorig jaar al kunnen doen. We hebben toch al een hele tijd verloren. Ik denk aan het ondersteunen van allerlei organisaties, buurtwerken, scholenbouwwerk, ga zo maar door, gemeentelijke initiatieven, maar ook spontane zelforganisatie van en de vele tienduizenden tijdelijk werklozen die misschien al te graag wat zouden meegedaan hebben aan het begeleiden van kinderen in het onderwijs, hè, al is het via telefoon enzovoort. Dus je kon dat in feite organiseren, ondersteunen, aanmoedigen, bijvoorbeeld werklozen een statuut geven waardoor ze dat vrijwilligerswerk kunnen doen en eventueel een kleine vergoeding krijgen. Veilige ruimten scheppen enzovoort. Dat zijn zaken waar de overheid veel kan aan doen. Dus ik denk dat zelfs buiten het puur pedagogische, en daar kan ook heel wat gebeuren, hè, dat er toch wel meer verbeeldingskracht had kunnen aan de dag gelegd worden. Maar ik denk ook wel dat bijvoorbeeld, dat ik vind dat de overheid een boot gemist heeft in dit debat, is dat op een bepaald moment is er dan beslist en het eerste en het zesde leerjaar gaan open en dan die klassen en dan die klassen. Wij hebben zelf beslist en wij doen een klas open voor kinderen bij wie het thuis echt niet gaat, waar wij ongerust voor zijn, waar wij van voelen van dit gaat niet. En die kinderen moeten echt nu naar school komen. En ik denk dat in dit debat, dat daar de overheid wel heel duidelijk had kunnen zeggen, kinderen uit kwetsbare milieus, waar ouders onder druk staan, want we hebben het ook, ik heb het nog niet over de ouders gehad, maar er zijn heel veel gezinnen die heel zwaar onder druk staan. Intrafamiliair geweld en zo komt daar ook allemaal bij aan bod. Die kinderen, die moesten absoluut voorrang krijgen. En die keuze heeft zelfs nooit op tafel gelegen. Wel, de overheid heeft natuurlijk onmiddellijk mogelijk gehouden dat leerlingen in een kwetsbare situatie, dat die toch op school les zouden kunnen krijgen. Niet direct. Nee, dat is inderdaad, het mocht in het begin niet, maar wij hebben ook altijd als gemeente onmiddellijk gekozen voor een maximale interpretatie van de richtlijnen. En dat geldt trouwens nu nog steeds, hè, want je hebt ook discussies over buitenschoolse opvang, hè? Dus naschoolse opvang, in hoeverre mag je die? Want dan meng je eigenlijk verschillende groepen van verschillende scholen dikwijls. In welke mate kan je uit school uitstappen doen? In welke mate kan je met de kinderen met één klas gewoon op straat rondlopen? Al die discussiepunten leven ook bij directies en bij leerkrachten. Want ik denk dat leerkrachten en directies ook heel vaak dingen willen doen, maar heel veel schrik hebben om teruggefloten te worden of om dingen fout te doen. En dus ik denk dat het wel de taak is, en dat is het voordeel van een lokaal bestuur zoals het ons is, dat wij vrij dicht staan bij leerkrachten en directie, is om vertrouwen te geven, om te zeggen van kijk, wij steunen u in dat verhaal, respecteren een aantal basisregels, maar ook om een aantal mogelijkheden te creëren om de problemen die Els aankaart, om die heel kort op de bal op te lossen en op te volgen. En wij hebben bijvoorbeeld ook gekozen van wij gaan onmiddellijk, en dat was het enigste moment waarop ik eigenlijk
een beetje heb moeten mijn directies en mijn leerkrachten moeten pushen om te zeggen vanaf de eerste dag dat we open kunnen gaan, gaan we open. En ik zie dat dat in heel veel andere scholen niet zo was en nog altijd niet zo is. Ik zie bijvoorbeeld ook dat op het moment dat er besmettingen zijn nu in scholen, dat sommige scholen en sommige gemeentebesturen ervoor kiezen om meteen de hele boel toe te sluiten, terwijl dat eigenlijk niet door de richtlijnen van het ministerie van Onderwijs gevraagd wordt. Dus ik zie dat heel veel lokale besturen strenger zijn in de leer en ook schoolbesturen strenger zijn in de leer dan hetgeen eigenlijk wordt verplicht. En dus daar is wel degelijk een heel veel ruimte voor schoolbesturen of voor lokale besturen om daar toch voor een stuk sturend in te werken en toch voor te zorgen dat die voorwaarden maximaal worden opgerekt. Ik wil het eventjes over een iets andere boeg gooien, naar aanleiding van een vraag die ik hier ook van een van onze kijkers meekrijg. Het is opnieuw een vraag van Lien. En Lien blijkt een personeelslid van jou te zijn, Jeff, want dat is de directeur van een basisschool, De Knipoog in Molenbeek. En zij stelt een vraag over evaluatie, over procesevaluatie bij leerlingen. Want we hebben natuurlijk de eerste paniekerige reactie van scholen op sluiten, op trager lesgeven, op lesgeven in kleinere groepjes, was ook van, gaan die allemaal hun jaardoelstellingen halen? Gaan die allemaal naar die eindmeet kunnen geraken? En die eindmeet die is in het onderwijs vaak een productevaluatie. Hè? Kunnen ze het eindexamen afleggen? Zijn ze dan geslaagd? En in hoeverre zou kijken naar een procesevaluatie meer hoe evolueert een kind dat je een jaar lang ook in het vizier hebt? Hè? Hoe evolueert dat kind richting zijn doel? Heeft het de tools verworven die het nodig heeft om het resultaat te bereiken? In wat denken jullie over procesevaluatie als tool om onderwijsongelijkheid ook te tackelen en dan meer specifiek ook in deze coronasituatie? Ik ben het er gedeeltelijk mee eens. Ik denk dat een goede leerkracht altijd een stuk evalueert op basis van proces. Hè, en leerlingen beloont voor inspanningen, voor vooruitgang enzovoort. Maar dat mag ons niet ontslaan van het halen van de eindtermen voor elke leerling en leerdoelstellingen. We mogen geen jongeren afleveren uit de coronageneratie die minder goed gevormd zijn. Ik zit te denken, ons jaarklassensysteem maakt het ons niet gemakkelijk. Hè, maar aangezien we nu toch wel vaststellen dat de coronacrisis langer duurt dan een jaar, moeten we misschien heel ernstig denken aan het wat doorbreken van dat jaarklassensysteem en het inrichten van een meer flexibele overgang. En Els heeft daarnet gesproken over graadklassen. Als ik het goed begrepen heb, of was het gewoon opgaan met je leerlingen? Wij doen een looping systeem. Dus komen in het derde bij mij en gaan in het vierde mee. Maar dat is inderdaad een gigantisch voordeel gebleken. Mm-hmm. Niet alleen in het contact met kinderen, ook in het thuisonderwijs heb ik kunnen kiezen. Goh, dit is heel moeilijke leerstof van het derde. Ik stel dat even uit tot ik ze weer live zie. En ik neem al gemakkelijk leerstof uit het vierde. Daar krijg ik in een filmpje wel uitgelegd. Dat, maar vooral ook het contact met ouders. Ik ken die allemaal al. En ik heb die allemaal al gezien en ik heb daar allemaal al mee gepraat. En ik kan die ook meenemen. Zij kennen mij ook. Zij hebben mij ook heel veel de hele tijd zitten horen op hun tv en op hun scherm. Dus dat maakt dat veel concreter is. Waarom wij dat doen, is een van de redenen. Omdat wij willen als school niemand laten zitten. Wat u in het begin zei. Dat is voor ons een van de tools waarvan dat we voelen van als we langer bij kinderen blijven, dan hebben we veel meer een vertrouwensband. Dan moeten we niet elke keer in september terug beginnen, hè, de kennismakingen. Hè. Niet alleen met de kinderen, maar vooral ook met de ouders. En hoe een dieper contact dat je met ouders hebt, hoe een groter vertrouwen dat er is, dat zij ook naar u hulpvragen durven stellen natuurlijk. Ja, wij werken dikwijls. De schoolloopbaan in zo'n systeem, een looping systeem, en gezien de crisis misschien wel wat langer mag duren. Hè, dus dat je eventueel een zevende jaar over het basisonderwijs, maar dat je niet kinderen als het ware sanctioneert met zitten blijven. Hè, op die manier een echte versoepeling. Er zijn trouwens al experimenten, ook in het Brusselse,
waar dat de eerste graad secundair in 3 jaren verloopt, hè, omwille van het groot aantal nieuwkomers, hè, die de taal nog moeten verwerven. Dus dat, ja, waarom niet, hè? Ja, ik ben persoonlijk overtuigd dat wij in Brussel heel erg ver staan dikwijls met het experimenteren met nieuwe projecten. Hè. Bijvoorbeeld graadsklassen zijn al heel lang ingeburgerd in onze scholen. Co-teaching is echt in heel veel van de scholen, onder andere bij Lien trouwens, iets wat al heel lang werkt. Dus ik denk eigenlijk, en ik moet eerlijk zeggen dat ik heel trots ben op de leerkrachten en de directies in onze scholen, ik denk dat er in Brussel heel veel innovatieve onderwijstechnieken worden gebruikt, die later dan trouwens in de rest van Vlaanderen ook hun plek vinden, want als ze hier werken, dan werken ze eigenlijk overal. Als wij met de superdiversiteit die we beleven er kunnen in slagen om toch die onderwijsdoelen te bereiken, ja, dan kan dat overal. En dus ik denk dat wij wel heel sterke directies en leerkrachten hebben die vandaag al bewijzen dat het eigenlijk dat de leerwinst die gemaakt wordt heel groot is. Ik denk, als je naar de resultaten van bijvoorbeeld voor ons dan de OVSG-toetsen kijkt, het equivalent van wat je zegt in het interdiocesaan, maar dan voor het secundair, dat die niet altijd zo goed zijn, hè, om een eufemisme te gebruiken. Zeker niet als je dat vergelijkt met de gemiddelden in Vlaanderen. Maar natuurlijk is onze startpositie veel slechter. En dus als je kijkt naar de leerwinst die wij maken, dan denk ik dat wij heel vaak meer leerwinst maken dan scholen waar je op het einde van het zesde leerjaar weliswaar hoger eindigt en met betere resultaten eindigt, maar waar je ook van vertrok van een veel hogere basis. En dus ik ben van overtuigd dat die onderwijsinnovatie, dat die in onze scholen hier en nu gebeurt. Als het over evaluatie gaat, dan permitteer ik het mij om ook iets te zeggen, want ik ben lang genoeg leerkracht geweest om daar iets over te zeggen. En ik zou dan zeggen dat, ja, ik was praktijkleerkracht kunstvakken in het secundaire onderwijs. Ik kan je wel garanderen wie er geslaagd is, wie er niet geslaagd is. Ik werk een heel jaar lang met leerlingen. Ik kan die perfect beoordelen zonder dat ik naar het resultaat van het examen moet kijken. Meer nog, ik kon het resultaat van het examen vooraf voorspellen. En dan zat daar een verschil op van 20%. Iemand die je positief verrast of iemand die het bijna erin zien toch niet goed doet. Ik denk ook dat het idee van examens, het rennen naar een eindmeet, dat ook een ongelijkmaker is. Volgens mij test je met een examen niet alleen of iemand de leerstof verwerkt heeft, maar test je ook met een examen of iemand kan blokken. En blokken is geen eindterm. Blokken is een randvoorwaarde om je eindtermen te bereiken. Ik wil ook nog even terugkomen, Jeff, op wat jij zei over de zomerscholen. Hè? Dus je pleit voor, eigenlijk pleit jij voor een inkorting van de zomervakantie. Zomerscholen zijn nu een experiment. In het buitenland wordt daar ook zeer veel mee gewerkt. In Nederland, in de Verenigde Staten, is dat echt een traditie geworden. Wat zou pedagogisch de inhoud moeten zijn van een zomerschool? Is dat gewoon een paar weken langer in de klas en blokken? Of is dat ook de gelegenheid om een paar andere dingen uit te proberen met leerlingen? Ja, onze zomerscholen waren... Ja, ik denk dat er toch wel 2 belangrijke opmerkingen over die zomerscholen te maken vallen. Ten eerste hebben wij die zomerscholen niet opengesteld voor iedereen. We hebben eigenlijk zeer specifiek de leerkrachten met achterstand gecontacteerd en hun ouders gecontacteerd en hen aangemoedigd, met zachte maar kordate hand aangemoedigd, van uw kind zou echt naar de zomerschool moeten gaan. Waardoor dat je niet een situatie krijgt waarbij dat je eigenlijk vooral kinderen krijgt die het al vrij goed doen, maar waarvan de ouders denken van ja, die kan wel een extra duwtje krijgen, maar dat je vooral kinderen bereikt die het echt nodig hebben. En dus we hebben ook echt gezien dat op het moment dat op 1 september die kinderen beginnen, dat die een sprong hebben gemaakt die ze eigenlijk normaal gezien maar op 1 september beginnen maken. Dus het was een stuk inhalen van het verleden. Maar 2, ik vind het inderdaad zeer belangrijk dat die zomerscholen, en in mijn ideaalbeeld van het onderwijs zou dat eigenlijk altijd zo moeten zijn, dat die toch op een ander systeem werken. Namelijk de voormiddag wordt er echt inhoudelijk lesgegeven in klascontext, traditioneel. De namiddag werd veel meer gebruikt voor muzische vorming, voor sport en spel, voor cultuur, voor uitstappen. En waardoor je toch nog steeds in die zomerschool eigenlijk een luchtigheid binnenkrijgt die je niet altijd op school kan hebben in een normaal jaar. Els, ziet jij dat zitten? Ik was daar tegen die zomerscholen.
Omdat ik vond... Ja, sorry. Nee, omdat ik echt vond... Die kinderen die hebben vorig jaar maar krachttoeren gedaan, maar onwaarschijnlijk. Die hebben... want iedereen spreekt nu van leerachterstand, maar ik wil hier toch echt een lans breken voor wat die kinderen gedaan hebben. Die hebben misschien een leerachterstand ten opzichte van de jaren daarvoor, maar die hebben echt ook iets echt ook wel veel meer extra geleerd wat nu niet gemeten wordt. En wat we misschien wel zouden moeten meten. Als ik nu zie hoe dan mijn kinderen zich kunnen langer focussen en langer kunnen concentreren op iets alleen dan een ander jaar, dat is echt wat die daar geleerd hebben. Hoe kan ik werken met heel veel randlawaai en beweging? Hoe kan ik zelfdiscipline? Dat zijn allemaal dingen dat die geleerd hebben, maar die worden niet gemeten in interne examenproeven of OVSG-testen en zo. Maar ik, ja, ik vind... Nee, dus ik was daar wel tegen, ja. Mm-hmm. Omdat ik zoiets had van die kinderen, die moeten... Ik wil echt dat die kinderen naar buiten gaan. Dat die terug de wereld ingaan, dat die naar het bos gaan, dat die... Ja, maar dat, en ik snap... De realiteit is wel dat die kinderen niet naar het bos gaan, natuurlijk, als we dat niet begeleiden. Hè. Ja, dus dat die gewoon 9 weken thuis zitten, ook weer thuis zitten. Hè. Maar dus voor mij hoeft die voormiddag rekenen en taal, als we het zeggen, niet... Maar voor mij is dat veel beter een circuskamp of een alleen maar muzische vorming. Of alleen maar omdat ik denk dat ze dan net gemist hebben. Dat was voor ons in het thuiswerk het allermoeilijkste om te geven. Namelijk die sociale vaardigheden, dat muzisch werken. Ik heb die kinderen wel opdrachten gegeven, muzisch. Maar dat is toch niet hetzelfde als samen naar een museum gaan of samen naar een theatervoorstelling gaan. Dat hebben die heel hard gemist. Dat hebben die niet gehad. En ik zie daar een kans en ik denk dat kinderen die uit een lagere sociale klasse komen daar heel veel aan zouden hebben, want dan verbreed je net die wereld. En dan rekenen aan die taal. Dat zullen we wel fixen. Omdat dat is veel gemakkelijker om te fixen dan dat verbreden van die wereld. Mm-hmm. En ik wou nog even terugkomen op daarjuist van die procesdoelen en die productdoelstellingen. Dat is waar, het proces is zeer belangrijk. En dat is waar dat we dat absoluut moeten evalueren. Maar ik denk dat het ergste wat je kunt doen met kinderen die uit kansarme gezinnen komen, is zeggen, ga ja, dat product, we gaan dat toch niet halen, dus we gaan dat wat naar beneden halen. Dat product is voor die kinderen, net voor die kinderen, keibelangrijk. We moeten eisen dat die dat halen. We moeten ervan uitgaan. Jij... Ook al kom je uit een moeilijk milieu, ook al heb je het... Maar wij willen echt alles eraan doen dat jij dat wel haalt. En een kind uit een kansrijk milieu, die gaat er wel geraken, want die heeft een heel netwerk. Maar jij niet, dus wij gaan er voor u alles aan doen dat jij dat wel haalt. Dus ik vind dat product heel belangrijk. Mm-hmm. Maar niet in een zomerschool. Ja. Lieve Francis stelde ook een vraag of dat we die jij wil liever gewoon een korte zomervakantie dan... Iedereen had de scouts. Mij interesseert het wel wat meneer Rikijzen ervan denkt van die kortere vakantie, want ik denk dat wel een... Ja, ik denk dat daar veel voor te zeggen is, inderdaad. Het herschikken van de vakanties. Hè. Misschien wat langere de herfstvakantie en het krokusverlof wat verlengen en de zomervakantie verkorten. Absoluut akkoord. Mm-hmm. Daar zijn heel veel argumenten voor. Ja. Ik denk dat we een redelijk lange zomervakantie hebben vergeleken met omgevende landen. Klopt. Ja. Zes weken is gebruikelijker. En dan heb je een aantal landen waarin ze verder staan met die zomerscholen. Hè, waarin het zowel gaat over remediëren, dan is het wel echt het opvangen van tekorten die tijdens het jaar zijn ontstaan, als het verbreden richting sport, exploratie, cultuur. Lieve vroeg nog van, kunnen we dat ook niet koppelen aan het concept van brede school? Hè? Brede school betekent bijvoorbeeld ook dat je het sociaal-culturele netwerk rond de school, misschien de kunstacademie, misschien verenigingen, erbij intrekt, om op dat moment erbij te springen in de school. Ik dacht ook dat dat een beetje het concept was van de zomerscholen, hè? Van te fungeren als een brede school, waarbij dat je het klassieke leren zeg maar, in de voormiddag combineert met...
allerlei stimulerende, uitdagende activiteiten in de namiddag. Hè. Ik weet niet of het in de praktijk allemaal zo goed gelukt is, maar dat is toch het beeld dat ik ervan heb. Ja, Ja, want ik wil er toch niet zo voor zeggen. Ik snap heel goed de redenering die Els heeft, namelijk, ja, we gaan niet tijdens de vakantie die kinderen ook nog een keer aan een bureau zetten, hè, want ze moeten dan moeten ze echt van alles kunnen genieten. Hè. Ze moeten, ik zou ze liever kampjes laten doen, zei je daar juist, dan maar de realiteit is wel, vind ik, bij heel veel van onze kinderen, is dat het alternatief aan die zomerschool is niet een kampje doen, maar wel thuis zitten. Heel veel kansarme kinderen worden niet ingeschreven in zomerkampjes, of zeer beperkt. Of gaan niet met hun ouders op het moment dat ze thuis zijn op uitstap naar het bos of naar het museum. En dus die zomerschool is niet het alternatief voor een circuskamp, wat ze zouden kunnen doen, want dat doen ze toch niet. Maar wel het alternatief voor thuis zitten. Op hun eigen, trekt je plan, mama en papa zijn gaan werken, je zit een hele dag alleen, je hangt een beetje rond op straat, je speelt wat computer, en that's it. Dan denk ik van, ja, dan heb ik liever dat ze op de zomerschool zitten. Ja, en nee. Zeker na 9 weken. Hè? Dat is waar wat je zegt, dat de kinderen uit die milieus het vrije tijdsaanbod, dat die daar moeilijker geraken. Daarom zijn wij op school ook aan het experimenteren. Hoe kunnen we de school zo lang mogelijk open blijven? Onze schooldeuren die gaan pas dicht om 9 uur 's avonds en die zijn in de vakantie ook altijd open. Omdat daar een circusschool in zit en omdat wij als leerkracht, als we mogen, nu mag dat niet door de maatregelen, ook zelf naschoolsactiviteiten doen, want dan komen ze wel. Want dat zit binnen het veilig kader en dan is het handiger. En daar merken we ook wel in dat de kinderen dan wel zo'n kampje doen. En ik denk, als we scholen meer zien als een... niet enkel als van 8:30 tot 16:30, of ik weet het, maar als een zeer belangrijke entiteit in een wijk, waar dat er niet alleen kinderen komen, maar ook leerkrachten, ook oud-leerlingen, waar ook ouders terecht kunnen, dat dat een open opvoedingshuis, zeg ik maar, dan denk ik dat dat wel kan. Maar natuurlijk zitten we dan weer op hetzelfde. De vraag is daar geld voor? En dan komt er weer op 10. Dat is hoe dat ik het nu aanvoel, en dat is ook weer door deze crisis heel schoon blootgelegd, dat is voor de overheid geen prioriteit. Mm-hmm. En ik vind dat echt een zwaar gemiste kans. En dat is waar, als je daar nu in investeert, dan ga je daar pas resultaat van zien, op lange termijn, in PISA-resultaten en alles, binnen 15 jaar. Dat is zo. En dan zijn die allemaal al geen minister meer, dus daarom vind ik dat niet belangrijk. Maar ik vind dat echt absoluut noodzakelijk dat je nu, in plaats van te discussiëren over gaan we ons haar kunnen knippen, dat je kunt zeggen van, wat gaan we doen met die gezinnen? Want die gezinnen die staan onder gigantische druk en je moet daar nu iets mee doen. En die gezinnen gaan we een beetje kunnen helpen, maar het zijn de kinderen van die kinderen die nu op school zitten, het zijn die gasten die we moeten helpen. Want deze gasten die moeten we laten overleven, zoals hun ouders aan het doen zijn. Die zijn aan het overleven en denken aan opvoeden. Dat is op dat moment een luxe probleem. Ja, ik denk dat dat laatste wat je zegt heel belangrijk is om voor ogen te houden als je over wijken spreekt zoals die waar wij wonen en werken. Maar dat geldt ook voor andere grootsteden zoals Antwerpen of zelfs centrumsteden zoals Vilvoorde die er geen is. Dat je de ouders die een kind naar onze scholen sturen, die zijn bezig met overleven, zoals dat je zegt. Die zijn niet in eerste instantie bezig met leert mijn kind wel goed? Natuurlijk vinden die dat belangrijk. Maar als de eerste vraag is, hebben we vanavond eten op tafel? Of kan mijn kind nieuwe schoenen krijgen, want hij is eruit gegroeid? Ja, dan zijn dat iets belangrijkere dingen dan de discussie of dat je al dan niet online de les hebt gevolgd die de juf er heeft opgezet. En dat is gewoon ook de realiteit vandaag, dat wij heel veel gezinnen hebben die eerst bezig zijn met overleven en dan pas bezig zijn met leren. Er is ook een vraag van Steven, ik kan hem goed zien, die vraagt meer breed na corona. Hè? En we zitten in het Brusselse onderwijs, waar, zoals we al gezegd hebben, een beetje een plek is waar nieuwe dingen uitgeprobeerd worden, maar ook de stad waar dat problemen ook heel erg zichtbaar zijn. Als we nu na corona één sleutelelement zouden kunnen veranderen, één kleine of grotere hervorming
kunnen toevoegen aan het Brusselse onderwijs? Wat zou dan een droom van jullie zijn? Ik ga beginnen met Jeff, omdat hij in de politiek zit. Ik heb het al gezegd, voor mij maak gewoon die vakantie 2 weken korter. Mm-hmm. Ides, wil jij ook iets daarvoor schuiven? Ik vind het heel moeilijk om daar iets over te zeggen. Ik ben zeer bekommerd om het lerarentekort, omdat ik denk dat ook op lange termijn een kwalijke factor is voor de leerlingen. En dus geloof ik in initiatieven zoals Teach for Belgium, hè, waar dat... een organisatie leerkrachten recruteert waar dat men van ziet van dit zijn goede mensen en die motiveert en ondersteunt om in moeilijke stedelijke situaties, hè, zoals Brussel, Charleroi, Antwerpen, Gent en zo verder, om daar te gaan lesgeven en die blijven ondersteunen. Dus dat soort van initiatieven, daar doet men goed vooraf. Ja. Mm-hmm. En jammer genoeg bestaat het alleen voor het secundair, maar het zou ook voor het basisonderwijs zeer, zeer veel deugd doen, denk ik. Mm-hmm. Ik heb kei veel dingen die ik zou veranderen. Ten eerste, lerarentekort. En lerarentekort is niet alleen maar dat er te weinig mensen zich inschrijven. Die opleiding is veel te kort. Je kunt niet op 3 jaar alles leren over zowel kinderen leren lezen als dus een kindje van 6, als een puber die en dan ondertussen ook. Dat gaat niet. Dat is, en plus de praktijk, dat is gewoon niet haalbaar. En je kunt ook niet verwachten van iemand die afstudeert op zijn 21, dat hij met ouders gaat praten. Een ouder contacten, dat is zo moeilijk, maar dat zijn allemaal dingen die je in die opleiding, die daar heel weinig aan bod komen, omwille van het feit dat maar 3 jaar duurt. Dus dat is 1. 2. Heel veel goede leerkrachten stoppen. En dat is echt, en ik begrijp dat wel. Dat is omdat als je die job echt goed wilt doen, dan botst je heel vaak op het systeem. Dan botst je heel vaak op het feit van, non de dikke zeg, wij zijn hier aan het werken met de toekomst van deze maatschappij, van dit land. Wil je daar nu een keer in investeren, alsjeblieft? Ja. En dat is heel, heel frustrerend. En het feit... En ik begrijp heel vaak, als je zo mensen hoort, je moet de kerstmorgens een pendeltrein pakken en dan de mensen horen zagen over de leerkrachten. Hè? Want er zijn heel veel clichés over leerkrachten. Ik begrijp dat ook, dat mensen dat doen. Want er is zo'n groot verschil tussen leerkrachten en leerkrachten. Het is nog altijd zo dat veel mensen dat doen, omdat er wel zoveel vakantie is. Want als je zegt, ik ga de vakantie op... aanpakken. Dat heb ik niet gezegd, hè? Dan gaan de vakbond pas op je dak krijgen. Nee, ik heb dat niet gezegd. Herverdeelde vakantie. Dus voor mij mogen er even veel vakantie zijn. Dan nog, je gaat ze sowieso op je dak krijgen. Ik weet dat ik samen met een collega van mij is gezegd heb, dat is toch niet realistisch dat wij om 3:30 stoppen? Dat is toch niet realistisch in deze tijd? Ja, maar stopt jij om 3:30? Of zijn de leerlingen weg met om 3:30? Wij zitten met die kinderen altijd... Allee, rap, wat moet door? Moest die een dag met die kinderen tot 5:00 kunnen duren? En we zouden alles op ons gemakje kunnen doen. En dat durf ik ook niet... Ja, ik zeg het hier nu, maar ik ga... Hard. Maar dat zijn zo'n aantal basisdingen die er zijn. Dat is 1, 2... Nee, dat is 3 al dat ik zit. Klassen in Brussel zijn te groot. Je kunt niet 20 kinderen in een klas hebben, waarvan dat er bij veel kinderen Nederlands de derde taal is. En er is uitgerekend, ik weet dat niet meer, ik denk dat u dat beter gaat weten, maar als elk kind 1/2 uur wilt praten met de leerkracht, of gewoon 1/2 uur praattijd, dan is 20 kinderen, praattijd in een week, hè, dan komt dat er met 20 kinderen in. Dan denk ik dat je aan 13 kinderen of zo zit. Als je dan werktijd en zo daarbij pakt. Dus als ik kinderen goed wil begeleiden in een systeem van M-decreet, want over dat M-decreet kan ik ook nog een boom opzetten, dan moet je moet gewoon dat we onderwijs moet waardevoller zijn. Als je een maatschappij wilt waar dat iedereen dezelfde kansen wil krijgen, en dan moet het beginnen met onderwijs. Nog heel kort, want ik wil daarop aanpikken. Wij hebben als gemeentebestuur vorig jaar beslist om een extra persoon aan te nemen die eigenlijk fulltime werkt op het ondersteunen van beginnende leerkrachten. Omdat we inderdaad zien dat de uitval in de eerste 5 jaar zeer, zeer groot is. Hetgeen dat Els zegt, dat heel veel mensen vertrekken. Dus dat het niet alleen te maken heeft met de instroom, maar ook vooral met de uitstroom.
En dus we hebben echt beslist van we gaan zeer zwaar inzetten om ervoor te zorgen dat de mensen die bij ons beginnen, dat die ook blijven. En dat zijn bijvoorbeeld heel concrete dingen die wij als lokaal bestuur wel kunnen doen. We hebben daar geld voor vrijgemaakt en we zien ook de eerste beginnende resultaten, want we zien dat beginnende leerkrachten, dat is heel heftig en zeker in een Brusselse context is dat zeer heftig. Maar als we die goed begeleiden, dan hopen we dat die ook veel langer gaan blijven en dat we dus ook veel minder gaan geconfronteerd worden met een duurzaam lerarentekort. Ja, maar we moeten hopen dat er niet iemand ziek wordt, want dan gaat die klas overnemen en dan nog iemand ziek. En in september is dat altijd heel tof, hè? Want dan starten mijn team. En als je één uitval hebt, dan heb je het zitten. En mensen willen in Brussel komen werken. Hè? Allee, wel, hè. Dat is hier ook leuk en zo. Hè? Dat is hier ook leuk en zo. Hè? Maar, er zijn keiveel mensen die wel in Brussel komen werken en die dat keigoed doen. Maar een incentive zou bijvoorbeeld kunnen zijn kleinere klassen, zeker in Brussel. Ja, ik wil daar toch iets over zeggen. Allee, ik ben akkoord. Hè. Voor mij denk ik ook dat we nog naar nog kleinere klassen moeten gaan. De realiteit is wel, ten eerste denk ik dat gemiddeld in Vlaanderen de klassen nog groter zijn. Hè. Dat we daar boven de 20 zitten. En dat in Franstalig onderwijs we nog hoger zitten. Dan zitten we gemiddeld van 25 kinderen. Maar ik ben akkoord. Het zou beter zijn als we met 15, 16 kinderen in de klas kunnen zitten dan met 20. Maar de realiteit is wel dat we in Brussel al met een hele grote interne ongelijkheid zitten. Want exact dezelfde kinderen zitten in het Franstalig onderwijs als in het Nederlandstalig onderwijs. Dikwijls zelf binnen gezinnen, broertjes en zusjes die in dezelfde, in verschillende scholen zitten. Die scholen zitten dan dikwijls nog eens vlak naast elkaar of delen zelf een koor. Maar de ene zit in een klas met 25 leerlingen en de andere zit in een klas met 20 leerlingen. En bij die klas met 20 leerlingen heb je dan nog 2-3 uur per week of zelfs 5 uur per week nog een extra leerkracht. Dus daar zit je ook met een heel prangende ongelijkheid tussen het Franstalig en het Nederlandstalig onderwijs. Ja, vanuit onderzoek moet ik u wel een beetje tegenspreken. Niet over uw concrete situatie in de Vierwindenschool, maar het meeste onderzoek over zeg maar prioriteiten in het lerarenberoep wijzen in de richting dat niet zozeer kleinere klassen of meer leerkrachten per leerling het verschil maken, hoewel we dat ook doen. Hè. In het gokbeleid hè, is er toch wel een serieuze extra investering in scholen met kansengroepen. Hè. Dus daar is de omkadering duidelijk beter en terecht. Omdat je toch wel veel meer moet investeren in je leerlingen. Maar wat nog belangrijker is wat je daarvoor zei, meer geschoolde, meer gekwalificeerde leerkrachten. Verlenging van de opleiding. Masters in het basisonderwijs. Ze moeten niet allemaal masters zijn, maar meer masters in het basisonderwijs. Volledig akkoord. En dat blijkt heel duidelijk ook uit onderzoek. En het kwalificatieniveau van leerkrachten zou eigenlijk omhoog moeten. Ja, en ik denk ook bijvoorbeeld nu met het M-decreet, maar zeker nu met de coronacrisis, denk ik bijvoorbeeld, elke school heeft op dit moment een psycholoog nodig. Een psycholoog, want we zien heel veel kinderen met angsten, maar ook ouders, leerkrachten. Veel meer kinderen die... Ik geef nu, denk ik, 20 jaar les. Er zijn gewoon meer crisissituaties. Waarom, denk ik ook? Omdat we een stuk... Ja, door dat M-decreet, maar ook omdat we ons bewuster zijn van elk kind mag zichzelf zijn en we gaan niet meer voor iedereen doet hetzelfde en we werken op maat. Maar dat maakt ook dat er veel meer dingen naar boven komen. Kinderen voelen zich veiliger en veiliger in de klas, maar er zijn... Dat staat wel echt vaak onder druk. En ik denk, en dat kan ik. Ik ben niet en een logopedist en een kinesist. Dat is allemaal veel te veel. Maar een psycholoog lijkt mij nu, in deze tijden, lijkt mij geen luxe. Volledig akkoord, maar de realiteit is, en dat vind ik zeer problematisch, dat er de laatste 10 jaar zwaar bespaard is op de CLB's. Hè. Dat zijn echt de plekken waar de experten zitten. Maar de laatste 10 jaar is er gigantisch bespaard op die ondersteuning vanuit de CLB's. Mm-hmm. En dus ja, dat vind ik een heel terechte opmerking, want je kan niet veronderstellen dat één, dat er een psycholoog in elke school is, of dat elke leerkracht nog eens een psycholoog is. Maar we hebben die mensen. Die zijn er. We hebben daarvoor een instelling die trouwens internationaal, als ik het goed begrepen heb, waar met ongelooflijk afgunst naar gekeken wordt, want je hebt daar een combinatie van het medische
en het psychologische. En het sociale. En het sociale. Ja, maatschappelijk werkers, opbouwwerkers in het onderwijs. Volledig akkoord. Ja, maar. Ja. Maar de laatste 10 jaar is daar enorm gedisinvesteerd in die CLB's, waardoor die natuurlijk niet meer dezelfde ondersteuning kunnen geven, terwijl ze eigenlijk nu inderdaad nog meer dan ooit nodig zijn. Dan doet mij toch ook denken aan het M-decreet, want wat de sterkte van het buitengewoon onderwijs is, is natuurlijk die extra omkadering met maatschappelijk werkers, met artsen, met psychologen. En zouden we die expertise niet beter kunnen aanwenden voor een grotere groep aan leerlingen in het gewoon onderwijs? Absoluut akkoord. Ik ben toch een van de fans van Robert Slavin, hè, een bekend Amerikaanse pedagoog, die toch wel op basis van systematisch onderzoek over wat werkt en wat niet werkt, hè, een model heeft uitgewerkt waar dat nu duizenden, tienduizenden scholen in Amerika achter staan. Het Success for All-programma. En een van de pijlers van dat systeem is dat je eigenlijk vanuit elke school zou moeten kunnen beroep doen op een soort van vliegend team, multidisciplinair, dat ondersteuning gaat bieden in gezinnen. Omdat er in heel wat gezinnen regelmatig crisissituaties zijn. En kind kan niet leren in een crisissituatie. Dus moet je, als je integraal wil werken, moet je beroep kunnen doen op zo'n dienst. Er zijn nog andere principes in zijn model. En die trouwens in coronatijd heel goed van pas zouden komen. Hè? Dus er bestaan middelen om een groot stuk van die zogenaamde leerachterstand weg te werken, maar het vraagt natuurlijk investering. Ja, en wat ik net zei van een crisis is goed, want je kunt daar iets uit meepakken, is een voordeel van deze crisis is dat ouders nu veel gemakkelijker aangeven, het gaat niet bij ons. En vroeger moesten we zo wat pushen van, we kunnen nu daarmee helpen, we kunnen nu daarmee helpen, maar nu komen veel ouders zelf met die vraag. Omdat wij voor het eerst samen hebben gewerkt. Zij bij hun thuis en ik aan de andere kant van dat scherm. Dus dat maakt. Maar dus nu is dat heel vaak... sorry, maar het is daar vol. Het is daar vol. Dus mensen die echt vragen... Wij staan open voor op. Dat is een stap om dat als ouder te zeggen. Wij willen opvoedingsondersteuning. Wij willen iemand die in ons huis komt om ons te helpen met onze kinderen op te voeden en hoe wij ons gezin moeten organiseren, want wij kunnen dat zelf niet. Dat is een gigantische stap om dat te zeggen. En dat is dan super erg dat je moet zeggen, ja, dat is spijtig, maar er is een wachtlijst van 1,5 jaar. Dat gaat niet, hè. Ja. Els, van bij het begin van ons gesprek is er iets blijven hangen bij mij, wat jij gezegd hebt. Enerzijds zei je van, ik ben eigenlijk via de camera en via het scherm in de gezinnen binnengedrongen. En ik heb daar krediet gekregen om mee het gezin op sleeptouw te nemen. En anderzijds zei je ik voel me zo machteloos bij die gigantische ongelijkheid. Ik denk dat je het verschil maakt door het feit dat je jarenlang vertrouwen hebt opgebouwd met die gezinnen. Want je hebt ook gezinnen voor wie de deur is toegegaan en die zodanig gepanikeerd hebben en zich in de steek gelaten voelden door heel die omslag. De paniek rond digitalisering en gebrek aan ondersteuning vanuit de school. Bij heel wat gezinnen is de reactie omgekeerd geweest. Dus je hebt nu de vruchten geplukt, denk ik, van een systematisch beleid in jouw school om vertrouwen op te bouwen met gezinnen. Ik heb dat van nog veel mensen gehoord, maar ik kan wel echt zeggen dat in heel onze school er maar één gezin is dat wij niet hebben kunnen bereiken. En ja, ik ben al zo een beetje een reptiel qua ervaring in school, maar er zijn mensen die daar echt nog maar heel... Dat vorig jaar hun eerste jaar was. Stel je voor, startende leerkracht en je hebt zo'n jaar. En zelfs die mensen zijn erin geslaagd om dat te doen. En ik denk, in het begin was dat nog wat moeilijk, maar hoe langer dat de lockdown duurde, hoe meer dat mensen die noodzaak wel voelden. En wat dat je bijvoorbeeld zag is, oké, maar dan niet met video. We doen een Zoom-les, maar de camera gaat uit. Een stuk uit gêne van. Maar hoe meer dat je... En ook bellen en bellen en WhatsAppen. Vooral WhatsApp is geboomd.
het feit dat je ook heel de tijd zelf, wat kan ik voor u doen en kun jij mij helpen? En het feit dat je, denk dat het belangrijkste is, ik ben ongerust, ik wil u helpen, het is mijn taak. Ik denk dat dat, denk, mm-hmm. als je betrokkenheid toont, dat je dat gewoon heel rap terugkrijgt. Hè? Mm-hmm. Zijn u ruim anderhalf uur bezig? Dat is de lengte van een goede Hollywoodfilm. Dus ik ga zelf nog een kleine landing uitproberen. Jeff, je bent schepen in Sint-Jans-Molenbeek. Dat is een voorrecht om daar te mogen wonen en om daar schepen te mogen zijn. Het is ook niet de gemakkelijkste gemeente, vermoed ik, om schepen van Nederlandstalig onderwijs te mogen zijn. Wat motiveert jou om dit altijd te blijven doen, om je blijven te inzetten voor deze gemeente? Ja, ik heb de ongelooflijke chance dat ik elke dag mijn hobby mag uitoefenen en dat ik daar nog voor betaald word ook. Dat is echt, ja, ik ben een dikke gelukszak. En wat mij motiveert is de succesverhalen, de kleine succesverhalen. Vooral hetgeen dat Els vertelt, het feit dat je bepaalde mensen kan helpen, heel concreet, dat je dingen kan veranderen die structureel effect hebben voor sommige mensen, voor heel veel mensen, soms voor maar heel weinig mensen. Maar het feit dat je een heel concrete impact hebt op het leven van mensen en vooral op het leven van mensen die onderaan de sociale maatschappelijke ladder staan, dat is voor mij de blijvende motivatie voor mijn job. Dat is, dat geeft zoveel energie om mensen te kunnen helpen en om door andere mensen te helpen. Mijn job bijvoorbeeld is het helpen van leerkrachten en directies om een job zo goed mogelijk te doen, waardoor ik zie dat zij ook in een grotere oppervlakte, met veel meer mensen, eigenlijk diezelfde hulp beter kunnen geven. En dan te zien dat wij eigenlijk een gemeente zijn, de armste gemeente van België, maar ook een gemeente met enorm veel sociale mobiliteit. Dat wij eigenlijk de sociale roltrap zijn van België. Heel Vlaams-Brabant woont vol met ex-Molenbekenaren. Dat zijn eigenlijk allemaal mensen die stap hebben gezet op de sociale roltrap. En daar ben ik heel trots op dat ik daar een klein stukje aan kan bijdragen. Mm-hmm. Ook een afsluitende vraag voor jou, Ides. Professor emeritus Ides Nikijze. Je hebt heel je loopbaan lang mensen bewust gemaakt, ook van onderwijsongelijkheid naast een heleboel andere thema's die je aangeraakt hebt. Maar de vraag is zeker in het onderwijs, van heeft jouw denken een impact gehad op het beleid zoals het gevoerd is? Ben je tevreden van wat het vandaag geworden is, het onderwijs? Ik denk dat mijn loopbaan een les in bescheidenheid is geweest. Heel wat dromen zijn niet verwezenlijkd. Ik heb toch wel mee geïnspireerd om de hervorming van het secundair onderwijs op gang te trekken. En als ik zie wat daar nu van terechtkomt, ja, het is een beetje een flauw afkooksel van wat de oorspronkelijke plannen waren. Ik heb mijn eigen reputatie ook een stuk verknald, denk ik, bij een aantal beleidsmensen. Dus in die zin ben ik niet zeer trots. Maar de voorbije jaren hebben we zeer grondig gekeken naar wat de effecten zijn geweest van het gelijke kansenbeleid in de voorbije 20, 30 jaar. En je kan dat niet aan één maatregel vastknopen, maar toch wel een stroom van maatregelen die zo tussen 2000 en 2010 zijn genomen. En dat zijn er niet weinig. Kleuterparticipatieplan, schooltoelagen vanaf de kleuterklas enzovoort. Ook aan klassen, al dat soort maatregelen. En we hebben gezien, van sociale roltrap gesproken, dat wel effect heeft gehad. En als nu bijvoorbeeld, ik ga twee cijfers geven. Bij jongeren met een niet-EU-achtergrond dat het vroegtijdig schoolverlaten gehalveerd is in die 20 jaar en de doorstroming naar het hoger onderwijs verdubbeld is in die 20 jaar, dan daar mogen we trots op zijn. Ik hoop maar één ding, het is dat corona niet alles zal weggevoegd hebben. Allee, en dat we met z'n allen die strijd gaan voortzetten om de verworvenheden vast te houden, om ze niet te laten kapot gaan en zo mogelijk nog beter te doen in de komende 20 jaar. Els, jij bent daarnet begonnen met te zeggen dat je ook leraar uit idealisme bent. Wat is een prettige werkdag op de Vierwindenschool?
Een prettige werkdag is als mijn directrice niet naar het bord loopt om op te schrijven dat er iemand afwezig is. Want dat is nu altijd... Ja, nu zijn er... En dan, want dan staan we onder druk. Nee, een prettige werkdag is... vandaag was een prettige werkdag. Is als er de marge is om met de leerkracht, met de collega's, die ik nu weinig zie, want wij zitten altijd verspreid. Wij zijn nooit samen. Dat is echt niet tof. Tijd heb om gewoon eens over iets anders te praten. Dat is één. Twee, als kinderen zo eerst een keer en zo zagen en zo dat. Maar daarna komt er... En ik bewaar mijn rust en ik doe iets. Of ik doe iets niet. Maar ineens hoor je dan... Of yes! Zo, het feit dat... Als ik hoor dat ze iets geleerd hebben, waar ik al dan niet toe heb bijgedragen, misschien gewoon door rust te creëren. En een prettige werkdag is... Steiner heeft ooit gezegd, als leerkracht moet je stoppen met les te geven als je zelf niks meer leert van die kinderen. Dus voor mij is het een goede werkdag als ik zelf iets geleerd heb van die kinderen. Oké, en op die klapper wil ik in eerste instantie toch nog eens de Louis Paul Boonkring bedanken voor deze prachtige avond. Voor mij is een prettige werkdag als ik met interessante mensen heb kunnen praten. En dus dit was een zeer prettige werkdag. Ook bedankt aan de KVS, niet alleen voor de ruimte en voor de technische ondersteuning van vanavond, maar ook voor jaar in jaar uit prachtig theater te maken. Bedankt Els Leenaerts, bedankt Jeff van Damme en bedankt Iris Niekeijzen. Denk u een applaus in. Oké, goed. Zijn we offline?